Zondag begint hij weer, de Day Globe, misschien wel de zwaarste zeilreis ter wereld. Deelnemers zeilen in hun eentje non-stop van Frankrijk om Afrika, Australië en Zuid-Amerika heen, en dan weer terug naar Europa. Je moet er maar zin in hebben, zou je zeggen. Uh, nou Pieter, Pieter Herma heeft dat, president en directeur van Offshore en Bouwbedrijf van zijn naam, stapt aan boord als eerste Nederlander ooit. Um, Pieter Herema, die hebben we het nieuws gehad deze week. Nou, Het dat... bedrijf Heren in ieder geval. Waar het personeel eruit is? Ja, 60 van uw Nederlands personeel stond in één keer of gaat op straat staan. Dat is aangekondigd deze week. 305 van de ruim 500 werknemers hier. Dus dat is eigenlijk een bittere. Trio. Het gaat ook heel slecht in de offshore industrie Dus ja, maar nou, verwonderlijk is het niet. Exact. En er is veel werk ook nog verplaatst naar lage lonenlanden zoals Polen. Maar goed, die nood is gekraakt. De mm -hmm. baas kan nu <laughs> op reis, zou je maar zeggen. Nou, wat voor een pleit is dat hij met een persoonlijk vermogen van 900 miljoen. Euro. Mm -hmm. Niet aan boord gaan van een cruiseschip. Ook niet aan boord van een privéjet, maar dus eens in zijn eentje, in een bootje gaat zitten en voor een tocht rond de wereld. Zonder aan te leggen. En dat is zelfs voor ervaren zeilers is dat een enorme beproeving. Waarom doe je zoiets? Bucketlist, denk ik. Uitdaging. Hij heeft daar zelf in de volkshand nog vandaag de een en ander over gezet, en ook elders wel. 65 jaar die man. Hij heeft eigenlijk alles wat zijn hartje begeert. Hè? 900 miljoen, ja, wat kun nee, je allemaal hij is, kopen? is volgens mij een nummer. Ik, ja, sorry, ik heb geen nieuwe quote. Nummer 7. Nummer 7. Hij ja, dus het is zes plaatsen. Gaan wij ja, zeggen. Ja, heeft... jongens, daar gaat het dus helemaal niet meer om. En dat, dat, dat zegt geld. hij ook. Het gaat alleen maar om dingen die niemand anders kan doen. Nou, dit is nou typisch zo'n ding. Niemand anders wil dat ook. Er zijn maar 29 deelnemers aan die reis uh, dit jaar. In de editie van dit jaar. En hij is daar dus één van. Gewoon voor de heck of it, Om het. Het gedaan even de, 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 de van de dat is niet een rondje Texel, uh, dat is niet knaal of stek, dat is echt een zeilrace, ja, daar kun je wat verwachten. Jij zei in je presentatie presentatie net: uh, Misschien wil een van de zwaarste, het is gewoon de zwaarste zeilrace ter wereld. Ik denk we dat de Ocean Volvo, nou Volvo Ocean is het. Dit is zwaarder, want dit is hier gaat het alleen maar om die. Enige zeiler, ja. uh, als je overboord slaat, ben je dood. En er is geen mens die het ja, volgt. Het ja, je benen. hebt natuurlijk via allerlei satellieten wel verbinding. En je met, meert nergens aan. Je meert nergens aan. Is dat voor de Oosteres maak je er allerlei tussen. Ja, de tussenstops. Maar goed, die, die van de loop, elke vier jaar wordt die gehouden. Dat mm is -hmm. een klassieker. En hier zien we wat de heren te wachten staan. Ik doe geen dames mee. Vanuit Frankrijk, dus eerst, uh, je zei het al, om uh, kaap uh, Wat is het ook weer, Goede, Goede, Goede Hoop, Afrika. Dan via Kaap Leivin west uh, australië en dan Kaap Horn in Chili. Weer terug langs de oostkust van Amerika en dan weer terug naar je beginplaats. Dat is afzien. Uh, 29 mannen, ik zei het al, vooral Fransen. 20 van die 29, ik heb even gekeken, zijn Fransman. Dus het is wel een beetje een Frans feestje. Uh -huh. Er zitten nog, een, geloof ik, een Japanner en een Ier bij, en wat Amerikanen. En nee, dus, klinkt ook nogal van. Ja, het is, is die streek. Daar, daar begint het ook in uh, Sable de Lonne. Dat is het uh, havenplaatsje. En de winnaar. Vorig jaar, want deze meneer is 65, onze vriend. Maar uh, die was 29. Dus ja. vorig jaar. En die uh, zeilde dit, dit hele ding dus. Voor het eerst binnen de 80 dagen. Ja, en en wat, 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 wat kom je daar tegen onderweg? Want het is niet. Uh, nou, laten we eens even beginnen met het begin. Eens eerst moet je even je met je bootje door 350.000 tot 1 miljoen Fransen. De weg banen. Want die staan allemaal in dat havenstadje. Bij, dit is het begin van de editie van ja, vorig jaar. Van van vorige keer, 2012. Mm -hmm. 1 miljoen Fransen uh, wordt uitgezonden op televisie. Je ziet daar de camera lopen. Het is totale gekte, maar dan, dan treedt de stilte in. En dan komt het alleen maar op jou oh, aan. Erg. Dan ga je zelf de zeilen reven en hijsen. En dan gaat het dan per keer om honderden kilo's aan gewicht. Vooral als er water in zit. Koers houden. Omgaan met storm, stromingen. En soms door de elementen hoort die een enorm geluid uit de kajuit. En dan zegt hij in de krant, in de volgende alsof je je hoofd in een drumcel van de hoek steekt. Dat vond ik wel aardig. Dus daar moet je ook nog mee omgaan. Stel, ik wil hier aan meedoen. Even kort. Um, kan dat? Ja, het ja, lijkt de... mij helemaal niks, moet ik eigenlijk zeggen. Maar even uh, maar stel, in theorie, stel even vel? in theorie. In theorie? Peter, je moet eerst uh, geld op de bank hebben staan. Uh, 28 van de 29 deelnemers dit jaar hebben dat geld via sponsors. Helemaal niet. Die betaalt het zelf, nieuwe boot. Uh, dan moet je tegen stilte kunnen. En niet onbelangrijk, je moet je kwalificeren. Uh, er zijn medische tests. Survival training moet je hebben. En je moet in je eentje al een keer. natuurlijk zo'n transatlantische oversteek hebben gedaan. in die boot waarin je ook mee vaart. En dat zijn dus allemaal enorme technische skills. maar vooral ook mentale druk. En dat is dus niet iets voor beginners. Zondag gaat hij van start. Pieter Herema is onze.